Goedenavond, jongens en meisjes. Hebben jullie afgelopen jaar allemaal het Sinterklaasjournaal gezien? Daar vertelde opa Piet dat iedereen die een pietenpak had, als hij wilde, Zwarte Piet kon worden. En dat was mijn kans, dat wilde ik al jaren, dus ik heb hem gegrepen. Je moest 3 dingen kunnen. Je moest een kunstje kunnen. Je moest door de schoorsteen kunnen. En je moest grappig zijn. Nou, een kunstje, dat leek mij niet zo moeilijk. Tenminste, als ik mijn eigen kinderen mag geloven. Wij lagen les, ons vrouw en ik, te bed. Gaat de slaapkamerdeur open, onze middelste binnen. Die ziet men daar op bed liggen. Die kijkt. Draait zijn eigen om. Deur achter zich dicht. En toen hoor ik hem tegen zijn zussen roepen. Onze pa, die kan een kunstje. Die ligt op zijn buik te bed, met zijn knieën omhoog. Ja, ik wacht wel even. En door de schoorsteen, dat leek mij met mijn postuur ook nog wel kunnen. Hoewel, daar heb ik 1 keer een probleem mee gehad. Toen had hij een opa Piet als test, onderaan die oefenschoorsteen, had hij een mooi bloot matje neergelegd. Dus ik kom daar door die schoorsteen, landing, koprol, en ik land met mijn gezicht zo bijna in die snoepdoos. Dus ik denk bij mijn eigen, als ik nou doe wat ik zou willen doen, dan mag ik geen Zwarte Piet worden. Maar als ik het niet doe, dan kom ik met geen mogelijkheid meer terug door die schoorsteen. Ja, en grappig, ja, ik heb jullie al 2 keer horen lachen, we zijn nog geen 2 minuten onderweg. Dus. Maar dat was nog maar het begin, hè. Het vervolg van mijn training, dat moest plaatsvinden in Spanje, moesten we naar het kasteel van Sinterklaas. En ik was niet de enige in het Gersel. Kom ik daar op Eindhoven Airport, staat de halve Gerselse horeca daar. Die dachten waarschijnlijk dat er ook zwart te verdienen was. Dus wij staan daar in de rij bij de douane. Mark Rijn, een effenman, die een douanier die zegt, heren, wat is het doel van jullie reis? Oh, zei Mark, wij gaan op trainingskamp bij een mens met een lakkenbaard, die van plan is in november en december op verschillende plekken in Nederland onaangekondigd binnen te vallen. 4 uur vertraging. Nou, toen moesten we er allemaal nog op sollicitatiegesprek. Chrisje van de Kloren als eerste. Hij zei, Sinterklaas, ik hou zo van hard werken dat ik gerne voor jou aan de slag ga. Dat kan ze in Sinterklaas. Je kunt met mijn €80.000 per jaar verdienen, voor 10 weken werk in het jaar, gsm van de zaak en een riante reis- en onkostenvergoeding. Dus Chrisje die kijkt hem aan en zegt, jij maakt zeker een geintje. Ja, ze in Sinterklaas, maar jij bent begonnen. Volgende, Mark Rijn aan de beurt. Sinterklaas, heb jij al ooit voor een baas gewerkt? Ja, zei Mark, in het grijs verleden heb ik bij de Spar gewerkt. Alleen dan ben ik door de bedrijfsleider ontslagen. Hoezo, zei Sinterklaas? Ja, zei Mark, je weet hoe die bedrijfsleiders zijn, hè? Die staan heel de dag een beetje met de handen in de zakken te kijken hoe andere mensen het werk doen. Ja, zei Sinterklaas, maar waarom ben jij ontslagen dan? Ja, pure jaloezie, zei Mark, pure jaloezie. Hij was jaloers op mij, omdat iedereen dacht dat ik de bedrijfsleider was. Nou, de volgende die aan de beurt was, was zijn vrouw, Danielle. Sinterklaas vroeg weer, heb je ooit voor een baas gewerkt? Ja, zei Danielle, vroeger bij Copycat. En hoe waren daar de arbeidsvoorwaarden in Sinterklaas? Hartstikke goed, zei Danielle. Al het personeel inspraak, €60.000 per jaar voor een 20-urige werkweek. En met kerst en Pasen een dikke bonus. Ja, maar waarom ben jij dan in vredesnaam weggegaan sinds Sinterklaas? Ik ben niet weggegaan, zussen. Ik ben ontslagen, de tent ging failliet. Maar die Sinterklaas die was niet zo van het betalen. Dus Danielle zei, ja, met het salaris wat jij wilt geven, daar kan ik geen grote sprongen mee maken. Maar dat hoeft ook niet sinds Sinterklaas. Ik ben op zoek naar een zwarte Piet en niet naar kangaroes. Nou, uiteindelijk werd alleen ik aangenomen van heel de Gerselse bubs.
Dat komt omdat die kasteleins allemaal beter waren in aannemen dan in weggeven. En toen begon op een gegeven moment onze training pas echt. We moesten kilometers sjouwen met een zware zak op onze rug, vol cadeautjes. En dat was zwaar, daar kreeg je zere voeten van. Zere voeten. Ik weet nou pas waar de term marse pijn vandaan komt. En pepernoten moesten we bakken. Kilo's. Kilo's pepernoten. Op een gegeven moment, toen ging het gerucht onder de zwarte pieten. Dat ik een hele lading pepernoten had laten aanbranden. Dus daar had Sinterklaas ook lucht van gekregen. Dus die komt bij men. Die zegt, ik heb gehoord dat jij de pepernoten hebt laten aanbranden. Ik zeg, ja dag Sinterklaasje. Het zijn maar speculaties. En toen moest ik al die pepernoten nog naar het magazijn sjouwen. Dus ik op een gegeven moment naar Sinterklaas toe. Ik zeg, mijn kreugen is niet goed. Die doet piep, piep, piep. En Sinterklaas kwaad. Hij zegt, jouw kruiwagen die moet piep, 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 piep doen. Ik zeg, vent, ontspan je. Hij zegt, nee, dat doen we over een paar weken pas. Maar als jij zo doorgaat, dan gaan we met z'n allen naar de Filistijnen. Ik zeg, dat is mooi, dan zal het allicht beter weer zijn dan in Nederland. Maar uiteindelijk kreeg ik een ander klusje toebedeeld. Ik werd spiek- en luisterpiet. Dus ik werd vooruitgestuurd naar Geersel om des wikkie voor de pierenwaaiers in de gaten te houden. Dus ik kom hier in Geersel aan. Als eerste chef Schilders is een beetje in de gaten gaan houden. Die ging met hun Marie-Louise uit eten in Osterwijk. Had hij een restaurantje uitgezocht. Dus ze komen eraan. En die ober die doet de deur keurig voor ze open. Goedenavond meneer, mevrouw. Eet u graag wild? Nou, zei Marie-Louise, doe maar gewoon ergens een rustig toffeltje. En op een gegeven moment waren ze aan het hoofdgerecht bezig. Toen zei chef, ik zou willen dat we deze restaurantje eerder hadden ontdekt. Hoezo, zei Marie-Louise, vind jij het lekker dan? Nee, zei chef, maar dan was de vis misschien nog vers geweest. Nou, zei Marie-Louise, ik vind eerlijk gezegd niet te vreten hier. Ik ook niet, zei chef, we hadden net zo goed thuis kunnen eten. Dus toen ze het ophalen, toen kwam er ober. Die zei, heeft u nog wensen, meneer? Ja, zei chef, of je de rekening wilt flamberen. Nou, de volgende die ik in de gaten was gaan houden, was Ronald Pleissen. Dus die komt na zijn werk thuis, flikt zijn spul in een hoek, gelangend op de bank liggen en roept naar hun racie. Race, breng me eens vlug een pilsje voordat het begint. Dus hun race brengt hem een pilsje, hij zet op zijn gemak leeg. En 10 minuten later weer. Race, breng me nog eens een pilsje voordat het begint. Dus het volgende pilsje heet hij ook op zijn gemak leeg. Roept hij weer, race, nog een pilsje, want nou kan het echt elk moment beginnen. Dus hun race kwaad, die zegt, wij gaan af een plan. Blijf je heel de avond op de bank liggen zuipen of zo? Ja, dan redt het al, zei Ronald, het is begonnen. En les waren ze met heel de bubs in een bus naar Tilburg geweest. Maar ik zeg het u straks verteld, het pak van Jasper Kolen moest ingedronken worden. Dus hun met de bus naar Tilburg. De vrouw van Marcus, Hanneke, was ook mee. Dus op een gegeven moment, eind van de avond, iedereen goed in de nollie. En die bus, die rijden we voor om naar Geersel te rijden. Hanneke kwijt. Dus Mark, die stapt om zich heen te zoeken. Komt er op een gegeven moment een vent naar hem toe, die zegt, we staan aan te kijken, zoekt u iets, ben iets kwijt? Ja, zegt Marcus, ik ben mijn vrouw kwijt. Och, dat is toevallig, zegt die mens. Ik ook de man. Zullen we samen zoeken? Ja, dat is een goed idee, zegt Mark. Hoe ziet die van jou eruit? Dus die vent die begint te vertellen van, nou, ongeveer 1,80 meter hoog. Mooi, slank figuurtje. Stevige borstjes, stevige billetjes. Lange benen. Mooi zwart haar. Volle rode lippen. En een heel kort, rooi mini-jurkje. En die van jou? Och, laat maar zitten, zegt Mark. We zoeken die van jou wel. Dus op een gegeven moment toch die hele bubs in de bus. Nou was Lian, de vrouw van Mark Jansen, niet meegegaan. Want die was het helemaal beu met de gezuip van Mark. Dus die had er eigen voor genomen. Ik laat hem straks een keer goed schrikken als hij thuis komt.
Dus die had een duvelspak gehold. En Mark stapt bij de brouwer voor uit die bus. En die waggelt zo op zijn gemak zo eens richting huis aan. En op een gegeven moment springt een lian ineens tevoorschijn. Met zo'n drietand onder Mark zijn neus. Rooi horentje op de kop, lange stert. Dus Mark zegt, wie ben jij? Ik ben een duvel, zei een lian. Ach, zei Mark, dan loopt even gezellig mee. Ik ben getrouwd met mijn zuster. En Stefke Habraken, die had er nog niet zat op, vond hij. Dus die ging nog even naar de Virkes toe, samen met Jasper Kolen en met Koentje Swinkels. Dus die gaan dan nog even naar de bar zitten. Op een gegeven moment, Stef die stiefelt naar de trap af, naar de wc. Komt hij bij de wc aan, kitst hij toch heel zijn pak onder. Dus hij komt terug boven. Hij zegt, och jee, wat ik nou toch gedaan heb. Ons Hanneke die maakt me van kant als het zie. Oh, dat is goed op te lossen, zijn Koentje Swinkels. Moet je gewoon doen wat ik ook altijd doe. Dan stopt er gewoon een briefje van 50 in uw borstzakje. En dan zei er gewoon dat iemand anders het gedaan heeft. En dat je €50 gekregen hebt om het pak te laten stomen. Hé, hey, goed plan, zei Stef. Dus die ging aan de bar zitten, die viet er nog een paar. En zo rond een uur of half vier, vier uur s'nachts, fiets hij zo door de Pierenberg naar huis. Ontwekt hij je leu. Komt in Heukelum. Steekt de sleutel in het voordeurgat en mee op dat moment zwaait die deur open, hun Hanneke mee in een bissem. Stef die kijkt, hé, hey, ben je nog aan het poetsen of vliegt er nog ergens naartoe? Maar toen zag ze die vlekken in zijn pak, dus die werd kwaad. Ho, 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 zei Stef, dat heb ik niet gedaan, hè. Dat heeft iemand anders gedaan en die heeft over mijn pak gekitst en ik heb €50 gekregen om het te laten stormen. Dus Hanneke die vist in zijn borstzakje. Twee briefjes van 50. Dus Hanneke die zegt, hoe kom jij nou aan €100 dan? Och ja, zei Stef, dat ben ik nog vergeten te vertellen. Er heeft ook nog iemand in mijn broek gescheten. Maar goed, eind november was het zover. Sinterklaas kwam in het land. En daar horen natuurlijk bezoekjes bij. En dat is lucratief een business, hè, die bezoekjes allemaal. Ja, we brengen alleen maar reiskosten in rekening, maar we rekenen wel vanaf Madrid. En zo moesten wij ook hier op de Vonder zijn. En dan mogen al die kindjes bij Sinterklaas op schoot. Dus de eerste, zo'n Grietje, die klimt op schoot. En Sinterklaas zegt, en, hoe heet jij? Dus dat Grietje kwaad. Ben je dat nou al vergeten? Dat heb ik jou gisteren in Tilburg ook al verteld. En hoe oud ben jij, Sinterklaas? 6. Oh, en wat wil je later worden? 7. Maar zusje, ik heb vandaag leren schrijven. Oh, zei Sinterklaas, en wat heb jij leren schrijven? Dat weet ik nog niet, want ik heb nog niet leren lezen. En wat zou jij dan van Sinterklaas willen? Nou, doe mij maar de pil, zussen. De pil? Ja, zussen, want ik heb al 6 poppen en dat vind ik meer dan genoeg. Nou, de volgende die op schoot mocht komen, dat was een manneke. Die zei, Sinterklaas, mijn papa, die is druivenplukker in Tibet. Druivenplukker in Tibet? Dus Sinterklaas, die kijkt mij vragend aan. En ik bladeren in dat grote boek. Ik zeg, oh nee, ik zie het al, hij heeft het verkeerd verstaan thuis. Hun pa heen een druiper en zit in de ziektewet. Nou, en wat zou jij dan van Sinterklaas willen, menneke? Doe mij maar een konijntje, Sinterklaas. Oh, en moet dat een bruin of een wit konijntje zijn? Oh, dat maakt niet zoveel uit, City. Ik denk niet dat mijn Python het verschil proeft. De volgende was een Grietje, met van die mooie, lang, blonde stertjes. Dus die klimt bij Sinterklaas op schoot. En Sinterklaas, ik kan veel beter tellen dan alle andere kindjes in mijn klas. Ah, dat denk ik, Sinterklaas. Ja, dat komt omdat jij zo mooi blond bent. Ja, zuster, en ik kan ook veel beter het alfabet opzeggen dan alle andere kindjes in mijn klas.
Ja, ze is Sinterklaas weer. Dat zal ook wel komen, denk ik, omdat jij blond bent. Ja, ze is, en als wij moeten gymmen en we moeten omkleden, dan ben ik de enige in de klas die al borstjes heeft. Komt dat ook omdat ik blond ben? Nee, ze is Sinterklaas. Dat komt omdat jij 17 bent en de rest pas 6. Oh, zussen, gaan we zo beginnen. Maar ik heb jou door, mannetje, zussen. Ik geloof er helemaal niks meer van heel dat verhaal van jou. Ik heb het allang gevonden bij ons op zolder. Jutezak, inpakpapier, de gedichtjes en de verlanglijstjes van vorig jaar. Ik ben helemaal klaar met het verhaal van jou. En als we het er nou toch over hebben, zussen, die een ooievaar, daar kun je ook wel mee inpakken, want daar geloof ik ook niks van. Oh, zussen, Sinterklaas, weet jij dan hoe dat wel zit? Ja, zussen, dan weet ik hoe dat zit, ja. Kindjes worden geboren en ik zal net zo lang zoeken tot ik die boor ook gevonden heb. Nou, de volgende op schoot was weer een manneke. Hoe heet die guy, jongen? Ik heet Jantje, net als mijn 5 broers. Hieten jullie alle 6 Jantje? Ja, zit die, dat vindt ons mam gemak. Want als we dan moeten eten, dan roept ze, Jantje, eten! En dan komen wij alle 6. En als we moeten gaan slapen, hetzelfde. Dan roept ze, Jantje, slapen! En dan gaan we alle 6 keurig te bed. Dus ze zit Klaas, maar wij dan als ze 1 van jullie moet hebben? Oh, heel simpel zit hij. Dan roept ze ons bij onze achternaam. Oké, zijn Sinterklaas. En wat zou jij van Sinterklaas willen hebben? Nou, zit hij, ik zou best nog een broertje willen. Dat kan, zijn Sinterklaas. Stuurt je moedermannetje langs. De leste die daar op schoot klom, ook weer een grietje. Zegt Sinterklaas, ik heb 2 hele goede redenen om niet meer naar school te willen. Ten eerste, vinden alle kindjes op school mij een hartstikke vervelend. En ten tweede, hebben alle meesters en juffen de pik op mij. Nou, zegt Sinterklaas, ik heb 2 hele goede redenen voor jou om wel naar school te gaan. Ten eerste, ben de 61... En ten tweede ben je de directeur van die school, Jan. Maar ik had het ondertussen wel gezien daar op die school met die kinderen allemaal. De ene die was hyperactief. De andere hypergevoelig. Dus ons volgende bezoek was gelukkig bij volwassenen. En dat was hyper de piep hoera. Ja, ons volgende bezoek was bij ondernemend Moergestel. De eerste die daar bij Sinterklaas op audiëntie kwam, Geert Denissen. Hij zei, Sinterklaas, nou vraag ik voor het zoveelste jaar op rij om hetzelfde. Hij zei, ik wil een slank lichaam en een vette bankrekening. En ik zou het heel fijn vinden als je dat deze jaar nou eens niet in elkaar haalt. De volgende was Epi. Die komt bij Sinterklaas, begint meteen een heel verhaal af te steken. Sinterklaas zit hij, ik heb eens zitten denken. Hij zit, mijn schoonmoeder, die had 2 jaar geleden een hartstikke versleten tandenborstel. En toen is ze van jou, mijn Sinterklaas, een hele mooie nieuwe elektrische tandenborstel gekregen. En vorig jaar, toen er fiets versleten was, toen had jij voor haar een hele mooie nieuwe elektrische fiets meegebracht. Dus nou zat ik zo te denken, zit hij. Ze zit al jaren in een versleten stoel. De volgende, Judith Vonken. Die klautert daar op school, of op schoot, tot ze lekker evenwichtig zat. Dus Sinterklaas die tikt er zo eens een keer op haar neusje. Die zegt, ik weet wat jij lekker vindt. Jij houdt van pepernootjes, dat zie ik aan jouw neusje. Dat klopt, zien jullie dit. Maar ik weet ook wat jij lekker vindt. Oh, ja, jij houdt van meisjes, dan ruik ik aan jouw vingertje. Ja,
En daar had ze eigenlijk ook wel een beetje gelijk in, de Judith. Want het is af en toe ook wel een beetje een schuinsmarcheerder, hoor, die Sinterklaas. Dat is ook de reden waarom dat hij altijd vrolijk is, hè. Hij weet waar alle stoute meisjes wonen. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Hij komt per slot van rekening maar 1 keer per jaar. Maar lest ook, toen hadden we stafoverleg. Was meneer zogenaamd ziek? Terwijl ik de dokter Piet toch duidelijk had horen zeggen dat hij met een snotneus te bed lag. En lest hadden we ook zo'n akkefietje. Toen had hij jeuk in het kruis. Dus mijn eerste gedachte was, schimmel. Maar goed, dokter Piet laten komen. Die laat hem zijn eigen uitkleden. Die kijkt zo eens een keer. Oh, ik zie het al, zit hij. Schaamluis. Sinterklaas, ja, maar dat kan toch niet? Ik ben een heilige. Oh, zin, dokter Piet. Dan noemen we het in jouw geval gewoon lieve heersbeestjes. Ja, en ik kan in zo'n geval mijn mond niet dicht houden, hè. Dus ik had alles durgeklept aan Duwertje Blok van het Sinterklaasjournaal. En toen vond hij dat ik hem zwart gemaakt had. Ik had hem in een kwaad daglicht gesteld. Dus nee, ik heb hem een zaklamp gegeven. Ik zeg, doe het zelf wat beter, schijnheilige. Dus toen werd hij kwaad. Hij zei, kijk naar mij met dit prachtige pak. Dat verdient toch wel een beetje respect. Respect? Voor een pak? Ik zeg, karnemelk en blanke vla zit ook gewoon in het pak. Krijg je toch ook geen respect? Ja, uiteindelijk heb ik dan toch de zak gekregen van Sinterklaas. Maar ik zie het niet zo zwart, hoor. Ik ga niet bij de pakjes neerzitten. Dus ik heb voor jullie nog een Sinterklaasgedichtje geschreven als afscheid. Ik vertelde jullie vanavond mijn relaas over mijn avonturen in dienst van Sinterklaas. En misschien zijn jullie wel een klein beetje geschrokken, omdat ik soms wat fel van leer ben getrokken. Ik moet mij misschien zelfs wel verexcuseren voor wat ik allemaal heb lopen insinueren. Dus misschien dat ik jullie wat gerust kan stellen door te zeggen dat ik onzin heb staan vertellen. Want eigenlijk hoefde ik dit keer niet lang na te denken wat ik jullie vanavond eens zou moeten schenken. Jullie weten het waarschijnlijk nu wel allemaal. Mijn geschenk voor jullie was een kletsverhaal.